Het waren schokkende cijfers waarmee de inspectie voor de gezondheidszorg vandaag naar buiten kwam. Het vastbinden van demente bejaarden heeft dit jaar al tot 7 sterfgevallen geleid. De meeste slachtoffers stikten. Ze raakten verstrikt in een zogenoemde Zweedse band waarmee ze waren vastgebonden. Hoe kan dit gebeuren en hoe is het te voorkomen? What if there was no life? Nothing wrong, nothing right. Die band moet worden afgeschaft. Hij moet eruit. Hij moet niet meer worden gebruikt. Het is dagelijkse praktijk in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Demente bejaarden vastbinden om vallen of weglopen te voorkomen. Een levensgevaarlijke praktijk, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit jaar overleden maar liefst 7 demente bejaarden aan de gevolgen van deze methode. Wat er gebeurd is, is dat mensen in een onrustband zijn vastgelegd, voornamelijk in een bed. En dat die toepassing niet goed geweest is. En dat mensen, ondanks het feit dat er ook soms wel een bedhek gebruikt is, maar ook soms ook niet, uit het bed zijn gevallen en zich daardoor zodanig hebben bezeerd dat ze zijn overleden. Hier gaat het om, de zogenaamde Zweedse band. Een onrustband is, en moet u zich voorstellen, als een hele brede riem van bepaald materiaal. Die wordt om het middel van iemand vastgemaakt en aan de zijkanten zitten banden die aan het bed kunnen worden vastgemaakt of aan een stoel of aan een ander voertuig waar iemand in zit. What if you should decide that you don't want me there by your side? Zeker de helft van mensen met dementie in verpleeghuizen hebben te maken met een vorm van vrijheidsbeperking, waarvan 10% vastgebonden wordt met Zweedse banden. Ellie Duif is woordvoerder van de innovatiekring Dementie, een organisatie die zich inzet voor een betere behandelmethode. Worden geen mensen vastgebonden omdat het gewoon handig is? Ik hoor in het veld wel geluiden dat het, in ieder geval, het lijkt een hele makkelijke methode waar je daar verder ook niet meer over hoeft na te denken. Nou, meneer Jansen zit, daar hoef ik en dan kan ik weglopen. Maar het is een schijnveiligheid. Wat wij gezien hebben in onderzoek, wat wij zelf daarna gedaan hebben, is dat mensen zich niet voldoende bewust zijn van het feit dat dat middel zelf ook heel gevaarlijk is als dit goed toegepast wordt. Wat we ook in onderzoek hebben gezien, dat hebben we vorig jaar gezien, dat er heel veel alternatieven zijn om die vrijheid van iemand niet te hoeven beperken. Als je alle nadelen kent, dan is het eigenlijk doodjammer dat we nog met dat soort middelen gebruiken, want er zijn veel betere hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld hele mooie bedden die je tot op de grond kunt laten zakken. Dat als mensen uit bed willen komen of er per ongeluk uitrollen, dan bezeren ze zich niet. We hebben prachtige belmatjes en infraroodsystemen waarmee gesignaleerd kan worden. Een verzorgende kan zien van hey, meneer Jansen staat op, ik ga eventjes naar hem toe, even kijken wat er aan de hand is. Dat zijn allemaal manieren waarmee we ook de veiligheid van mensen kunnen realiseren, zonder dat we hun daarin onnodig beperken en alle risico's lopen van ernstig valletsel die juist verbonden zijn aan deze middelen en maatregelen. Wat ben je aan het doen, meisje? Heb je gemorst? Heb je gemorst, Moppie? Ja, nou, ik zit net te morsen. Dat is nog nooit gebeurd, hè? Nee. En dat met soep. Dat is niet zo leuk. Wij weten vanuit onderzoek wat gedaan is dat het niet ligt aan personeelstekorten. We weten dat het... wij hebben de indruk en ook onderzoek bevestigt dat het meer zit in de attitude en de cultuur van mensen die te gemakkelijk bij onrust van iemand grijpen naar het vastleggen. En die cultuur moet om andere alternatieven te proberen om iemand niet in die vrijheid te hoeven beperken. En ik kan ook vallen, ik kan ook ongelukken krijgen. En daar ga ik mijn eigen vrijheid ook niet voor inwisselen. En dat moeten we ook niet willen bij mensen met dementie. Nothing wrong.